Maralda, gefeliciteerd met de opening van je nieuwe winkel. Je hebt het allemaal een beetje in het weekend gevierd, de opening. Hoe is het verlopen? Het was heel erg druk. We kregen het net allemaal op tijd af. En ja, hele spannende periode, maar ja, wel een heel erg succes. Mensen waren echt heel erg enthousiast. Even terug naar het hele begin, hè, van home design. Je bent begonnen ook op de Zuidwinkel, dus de straat is hetzelfde gebleven. Maar daar was het te klein, had je meer... dingen nodig, meer ruimte? Ja, het werd veel te klein, ook voor de opslag van meubels. Ik ben toch wel echt ook een meubelzaak, dat was ik daar ook, alleen ja, dat konden mensen niet goed zien. Ik verkoop bedden, raamdecoratie, vloeren, meubels, maatwerk en ik kon daar maar een heel klein stukje laten zien. En kon het ook echt niet meer kwijt. Ik kon er bijna niet meer lopen. Mensen moesten er ook wel om lachen. En het werd een steeds grotere wens om wat groter te gaan, zeg maar. En dan komt dit op je pad. Hoe is dit verlopen? Komt dat te koop? Is dat, Nee, dit is een traject van 4 jaar. Ik had zoiets van, nou, als ik groter ga, dan wil ik echt wat groter. Ik denk dat je toch 1 keer je leven gaat bouwen. En ik was bang dat het anders na een kleine tijd weer te klein zou worden. Ik wilde ook mijn opslag en mijn kantoor erbij. En ja, toen kon ik zeg maar deze grond kopen. En ja, het heeft zo'n beetje 4 jaar geduurd voordat alles rond was. Wat onderscheidt nou home design van andere woonwinkels? We zijn sowieso exclusiever. Wij combineren merken, vaak het onverwachte ook, niet het doorsnee. We hebben een groot aantal meubels uit voorraad leverbaar. We kunnen alles op maat laten maken. Wij doen ook hele projecten begeleiden. Ook gewoon een hele woning door. Ja, we kunnen gewoon alles regelen. Dat onderscheidt wel. Mensen geven het ook wel eens helemaal uit handen van, nou, regel het maar, raamdecoratie, meubels. Er kan net iets meer. In een winkel hoor je toch vaak, ja, maar dat gaat niet. Wij zullen het nooit zeggen. Kan eigenlijk altijd alles. En stel dat we zouden denken van, nou, dat wordt moeilijk, gaan we het eerst proberen van of dat gaat lukken. Ja. Meestal lukt dat ook. Ja. Ik ben net even door de winkel heen gegaan, maar je hebt ook echt alles. Je banken en lampjes en spiegels, kaarsjes. Echt voor iedereen wat wil ze ook, hè? Ja, we proberen wel zo breed mogelijk. We proberen wel een beetje te onderscheiden van de massaproductie. Mensen nieuwe inspiratie te geven, over te halen om net iets... Ja, toch net iets mooier of net iets luxe te kopen. Niet wat overal hangt, dat is ook wel een kracht van ons. En daar hebben we ook heel vaak hele leuke reacties op. Ja. Dat mensen
ja, toch terugkomen van, goh, ik ben toch echt blij dat je me overgehaald hebt naar een wat luxere lamp. Ja, maar dat doet jij ook, hè? Je hebt bijvoorbeeld een net getrouwd stelletje of die gaat trouwen. Ja. Die kunnen ook naar jou toe komen en dan zeggen van, wil je even meekijken naar mijn huis en wat is nou... Ja, het is niet zozeer, ik kijk gewoon naar de persoon. Het is de bedoeling dat het hun huis wordt. Alleen ik ben een steun in de rug in deze, ja... wereld met allemaal folders en zo, wat je over de mat krijgt. Ja, waarom kost de ene bank zoveel en de ander zoveel? Ja. Dat heeft wat uitleg nodig. Dat is ook belangrijk. En vooral ook voor jonge mensen, dat ze weten wat ze kopen. Ja. Vooral ook met een eettafel. Ja, ik raai altijd aan, koop een massieve eettafel. Daar wordt vaak aan geleefd. En dat is gewoon belangrijk. Dat blijft gewoon, ja, dat kan tegen een stootje. Dat is gewoon wat praktischer in huis. Wat zijn nou de do's en de don'ts? Wat moet je nou echt niet doen? Het is natuurlijk wel op je gevoel natuurlijk, maar wat denk je nou? Nou, dat kun je echt niet meer doen. Dat zeg ik eigenlijk nooit. Interieur is echt een gevoel. Het is voor mij ook een soort van passie. Ten eerste, ja, ik hou van persoonlijk contact. Ik zal altijd met mensen even in overleg gaan. Ik moet toch een beetje in hun huid kruipen, zeg maar. Wat wel een heel belangrijke tip is, dat iets weghalen soms net zo belangrijk is als iets nieuws kopen. En dat versterkt dan elkaar. Dus soms moet je een paar dingetjes weghalen en iets minder terugkopen. Maar ik raai mensen wel aan om het soms wat groter te doen, wat, ja, net wat aparter, wat gedurfder.